Hallo allemaal. Tot kort geleden voerde ik mais aan het voerrek. En achteraan het voerrek voer uit ronde balen, kuilgras. En dan kwamen de koeien onder het melken binnen. En als ze gemolken waren, dan konden ze hier aan het voerrek vreten. En hier is het dan 7:15. Ben ik klaar met melken en dan mogen de koeien weer naar buiten de wei in. En dit deed ik zo tot vorige week. Het was nog steeds heel mooi weer. Ze hadden redelijk mooie weiden om te grazen. En dan is het mooi om de koeien 's avonds nog naar buiten te zien gaan. En ze gaan ook heel graag naar buiten. De koeien vinden het altijd fijn in de wei. Vooral als het goed weer is. En dan hier 's avonds laat. Ik bedoel de laatste ronde. En dan zijn er toch altijd wel weer een aantal koeien binnen. Wat eerder in de zomer was dat niet het geval. Maar zo de laatste weken. En dat was ook prima. Dan konden ze wat vreten. En hier op maandag 23 september. Dan spuit ik het laatste gedeelte van de luchtboxen bij de koeien schoon. Het voorste gedeelte had ik al een keer gedaan. Want vanaf deze dag wil ik ze 's avonds binnen houden. En dan later op de dag heb ik met de wand een mooie laag zaadsel de stal in gereden. En dan hebben ze weer een mooi strooisel om op te gaan liggen. Is deze kant van de stal weer schoon. En dan gaat de deur dicht tijdens het melken. Dat betekent dat ze na het melken niet weer naar buiten kunnen gaan. Je ziet de koeien allemaal naar voren staan richting het melklokaal. Want ze worden graag gemolken, want daar krijgen ze brok. Een paar koeien die liggen al heerlijk in het verse zaadsel. En de roosters waar ze overheen lopen, die zijn ook mooi schoon. Maar dat zal vast niet lang zo blijven. Oh, en ik haal ook deze koe nog even de stal in. Dat is een koe die moet binnenkort kalven. En dan hoef ik niet meer 's avonds met de zaklamp het land in om te kijken of dat goed gaat in de nacht. Dus die gaat ook de stal in. En kijk eens, die witte weg naar de stal over de stoep goed te vinden. En als ik dan klaar ben met het melken, dan genieten de koeien van het kuilgras van de bult. Want ik heb vandaag ook de bult met kuilgras opengemaakt. En daar voer ik de mais overheen. Prachtig voer. En ik hoop dat ze er goed melk van zullen geven. Het is gehakseld voer, mooi kort, fijn spul. Ja, daar moet ik de stoep nog vegen, want ik heb de grond van de bult gehaald. En dat had ik met de wand gedaan. En nu doe ik de voerband weer aan de avant. Want ja, dan moet ik ook het voer weer regelmatig aanschuiven in de stal. Niet alle koeien zijn het eens met de gang van zaken. Want af en toe dan staat er een luid te loeien. Want die willen naar buiten. Dat zijn ze gewend. Ja, de deur blijft nu dicht. Dus af en toe protest. Luister maar. En dan 's avonds de laatste ronde. Het is al 11:15. Ik kom net van een vergadering weer. En de koeien hebben zich erbij neergelegd dat ze in de nacht binnen moeten blijven. Maar de volgende ochtend, ja, dan mogen ze natuurlijk weer naar buiten. Bedankt weer voor het kijken en tot een volgende vlog.